Ja, 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 een nieuwe piepshow. Yeah. Ja, zeker wel. Daar zitten we. Vier onderwerpen gaan we het vandaag over hebben met um, ja, van verschijdende aard, allerlei andere zaken, maar desalniettemin erg interessant om over te praten. We beginnen even met Xbox en beste Sony vrienden. We hebben natuurlijk de laatste maanden vreselijk op PlayStation lopen kanker. Um, dit keer is het de beurt aan Xbox. Want um, waar ik Sony af en toe niet begrijp, of PlayStation af en toe niet begrijp waarom ze bepaalde keuzes maken, uh, begrijp ik dat soms ook niet van Xbox en gelijke monniken, gelijke kappen. Um, het gaat over Redfall, Boris. Redfall ja. is een shooter. En Redfall wordt gemaakt door Bethesda. En Bethesda is natuurlijk onderdeel van Microsoft. Nu. Hebben ze al eerder games uitgegeven uh, toen uh, Bethesda onderdeel was van Microsoft. Uh, denk aan een deadloop. Maar daar was al een marketingdeal of er was al een deal gesloten met PlayStation. En die hebben ze gewoon netjes gerespecteerd. Dat betekent dat die game naar de PlayStation kwam en niet naar de... Of later pas naar de Xbox of misschien zelfs wel niet. Nu is het omgekeerd. Redfall is een console exclusive en hij komt naar de PC. Je weet het allemaal. Xbox... Loopt gewoon niet lekker qua games. Er komen gewoon nog te weinig first-party goede titels uit waarvoor jij denkt: fucking hell, die gaan ze maken. Ook vette games. Nu is Game Pass voor mij unmissable. Redfall is een van die eerste games. En nu is er in het verleden gezegd, een aantal keren, de Xbox Series X, wij gaan 60 frames per seconde kwop. Dat is altijd. We gaan voor 120 frames per seconde. Dat moet mogelijk zijn. Um, en wat gebeurt nu? Redfall. Komt uit op de Xbox Series X en S 30 frames per seconde en de hele wereld donderstraalt over deze game heen. En ik snap dit ook niet waarom ze dit in hemelsnaam niet hebben uitgesteld, want het is weer zo'n bak gezichtsverlies. Nou, je, je hebt je eigen vraag al beantwoord, Ze okay. hebben zo ontzettende behoefte aan content. Ja. Dat uh, de, het eigenlijk niet meer uitmaakt hoe die content wordt uitgebracht. En ja, dit is gewoon een game die kan prima op 60 frames per seconde lopen. Dat zou niet een probleem moeten zijn. Het wordt ook gepatcht, maar ja, goed. Ja, maar dat is het gewoon. Ze hebben gewoon besloten om het te patchen. Ja. En, en dat betekent, ja, het, het vervelende is dat je dan toch eerst die eerste golf van negatieve aandacht krijgt. Mm -hmm. um, wat ook vervelend is dat je waarschijnlijk gewoon la relatief lage cijfers krijgt bij de launch. Ja. Terwijl dat niet hoeft per ja. se, weet je. Dat, ja, dat hoeven ze gewoon niet te doen. En ik snap dat niet, want als er nu één gat in, play, in Xbox geschoten kan worden in hun hele strategie als van hey, neem Game Pass, value for money, bla bla bla. Dan is het. Jullie hebben gewoon geen goede games. En Sony heeft wel goede games. Dus laat dat nou maar eens zien. En dan komen ze met Redfall. En dan gaan ze dat patchen. En wie weet u tot twee maanden. En denk ik bij mezelf, stel dat gewoon uit. Het is nou niet alsof jullie vreselijk weinig geld hebben op dit moment. Ja. Waarom dan toch? En doel, ja, dit is de mirror, die zegt het ook al. Redfall 30 FPS lock on Xbox Series consoles is a clear sign of a rushed development cycle. Het is gewoon niet goed gemaakt. En ja, ik, ik, ik snapte het niet bij The Last of Us op PC, dat Playstation dat volledig buggy en laggy uitbracht. Ik, ik ben het soms helemaal kwijt met de industrie gewoon. Ja, Nee, ik ook. Ik vind het raar, maar dat ja. is alvast wel een of andere zakelijke beslissing aan de grond liggen. En ik denk het ligt gewoon in de lijn verwacht, van verwachting. Um, dat, dat dit te maken heeft met het gebrek aan content op ja. uh, Game Pass. En dat ze gewoon snel uh, content nodig hebben. En dan hebben ze iets van: fuck het we patchen het wel. En, en ja, misschien is het ook niet. Het is niet onspeelbaar. Ik bedoel, 30 nee. fps is niet onspeelbaar. Maar het is gewoon. Ja, we, we zijn beter gewend. Zou, zou dat een, een, een. Die mensen hebben natuurlijk gewoon de plusje en de minnetjes tegen elkaar weggestreept. Zou het inderdaad zo ook kunnen zijn? En dat was ook iets bij einde van de week. Zeiden een aantal mensen dat van. Ja, het is ook wel heel erg hardcore tech-gelul, weet je. Natuurlijk, 30 frames per seconde, je zal het misschien een beetje merken... maar de gemiddelde gamer ziet dat niet eens. Dat maakt ze of denkt van, oké... Okay, we zullen er wat backlash over hebben van de hardcore... maar de meeste mensen zullen het niet zien of voelen. Ja, ik denk dat ze dat gedacht hebben. Ja. En dat het toch net altijd even iets anders uitpakt. Ja, nee, ik, ja ik, ik vind het altijd een beetje bizar hoe dat dan gaat... dat men dus een broken product... In de winkels kan ik. Bedoel... Maar het is niet helemaal broken natuurlijk. Nee. Het is een beetje een gokje wat ze moeten nemen. En aan de ene kant hebben ze iets van. Kut, we hebben geen content. We moeten iets uitbrengen. En dan hebben ze iets van ja, Redfall is wel bijna klaar, maar 30 frames per seconde, dat kunnen we nu doen. Of anders volgende maand 60 frames. Nee, doe maar nu. Weet je? Ja. En dan is dat toch de verkeerde beslissing uithalen. Het zit ook nog eens een keer tussen. Dead Island en Zelda een beetje in. Of nee, tussen Star Wars, Jedi Survivor. De, de, ja, de, 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 dus mensen vonden de timing ook niet zo goed. Ik vind de timing ook, want sowieso komt ook uh, Minecraft Legends uit. Ja? Een andere titel van Microsoft, die ook in principe uh, impact zou kunnen maken op Game Pass. Waarom mm -hmm. moet je dan nu per se Redfall uitbrengen als je gewoon zoiets hebt? Maar ik weet eerlijk gezegd, ik weet niet of Redfall een grote release is. Hoor. Ik nou, denk het niet. Nee, het, het is natuurlijk ook zo. Van. Kijk, je kan het wel de hele tijd verschuiven, maar op een gegeven moment het blijft natuurlijk in vaarwater van anderen komen. En daar schuif je het probleem. Best wel voor je uit. Misschien hebben ze nu, en daar waren ze al mee bezig. Een heel PR-traject hadden ze opgestart. Mm -hmm. Ongetwijfeld hebben ze al misschien reclames ingekocht en al dat soort dingen. Als je dat allemaal weer moet weghalen. En op een later moment, dan zit het misschien wel in het vaarwater van andere campagnes die je hebt. Ja. Dat ze op een gegeven moment in de data maar zo zeggen van oké, okay, fuck het, breng het maar uit. En dan patchen we het binnen een maand of twee wel goed. En dan zijn we daar overheen. Het is het voordeel. Het is Game Pass. Dus je kan altijd zeggen van oké, okay, fuck het. Uh, nu speel ik het niet, maar over twee maanden wel. Want je hoeft hem niet te kopen. Um, maar ja, ik vond het. Een beetje, het gaat, gaat heel makkelijk. Gaat heel ja. makkelijk om dit te doen. En echt, een reactie hebben ze er dan ook niet op. Nee. Um, goed, nou ja, we houden het nog even in de gaten. Misschien dat ze het toch uitstellen naar de backlash, maar ik denk het eigenlijk in dit geval niet. Um, we gaan het nu hebben over, ja, nee, ook een opmerkelijke ontwikkeling. Uh, en dat is namelijk de overname van, je weet wel, Rovio uit Finland. Angry Birds, die is uh, gekocht door. Sega voor. Hou je vast 710 miljoen dollars. Ja, ja ik, ik, ik heb toch. Ik, ik vind dat niet. Ik, bedoel, ik vind heel veel geld. Ik heb het bedrijf het niet liggen, maar ja? ik heb aan de andere kant ook zoiets van. Uh, dat bedrijf was ooit meer waard. Zeker. Uh, Angry Birds is in verval geraakt. Angry Birds ja. is eigenlijk meegegaan in het verval van de app stores. Mm -hmm. uh, dat komt omdat het ooit een betaalde game was hartstikke leuk. En toen werd het uh, met in-game-purchases een soort eigen verdienmodel en um, ja, dat was gewoon niet meer zo'n groot succes. Um, ik denk eerlijk gezegd, ik weet niet of het een slimme aankoop is. Het nee, klinkt nou, heel stom, nee. ja. Ze hebben natuurlijk een groot bereik en als je naar bereik kijkt, ja, oké, okay, interessant, maar wat doet dit nog? Wat doet de Angry Birds nog? Wat doen Nou ja, die dat vond ik heel interessant, want ik, 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 ze hebben het altijd over Angry Birds. Ja, Angry Birds weet je wel een proven brand, weet je wel? We hebben films hmm. gemaakt en dit en dat Dat klopt. Er is een tijd geweest dat dit een enorme rage was, maar die ligt al een tijdje achter ons. Ging ik even naar de website toe. Ik dacht van nou ja, dan wil ik ook weten wat Maken ze dan nog meer? Ik bedoel, ja. Bijna 1 miljard dollar is een, is een fucking hoop geld. Uh, dan hebben ze, ze hebben dus al Angry Birds en Other Games. Nou, dat zegt al vrij veel. <laughs> ja, dat is over, ja, ja, en dan hebben we ook nog wat andere dingen. Ja, Beyond Birds. Ik zou het niet weten wat dat is. Nee. Dark Fair Heroes hebben ze nog. En Small Town Murders. En Sugar Blast. En dat is het. Ja, ja uh, is niet, zeg, Sugar Blast is een soort. Uh, ik zag net al wat voorbij. Het ziet eruit is een soort. Uh, hoe heet dat ook bubble, weer, bubble, bubble, bubble. bobble, bobbel. Ja. Bubble, 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 bubble. Ja, Angry Birds Dream, daar heel veel Angry Birds. Ja, ja en um, nou hebben ze wel een soort van tool uh, ontwikkeld die heet Beacon. Mm -hmm. Waarmee ze heel makkelijk um, bepaalde games in een mobile platform kunnen gieten. En het is natuurlijk, Sega um, is bezig om weer opnieuw op de kaart te komen en zij hebben van, wij hebben bijvoorbeeld een Sonic, we hebben een aantal andere uh, bekende characters en die willen heel erg graag op mobile hebben. Dus ik denk dat ze gewoon ge hebben gekeken naar van wie is, wat is een partij met een proven track record van mobile games maken, uh, die incorporeren we dan maar. Uh, volgens mij was het 14 dollar per Aandeel wat ze ervoor betaald hebben. 1495. Uh, dat kost nou helemaal geld. Maar dan hebben we de know-how aan boord. Dan hebben we een tool aan boord. En vanuit daar gaan we werken. Het is ja mobile games, dat is toch waar het geld te halen valt. Ja, misschien. Ik weet het niet. Ja, was, even, was, dat, was, was, was Rovio um, uh, Beursgenoteerd? Uh, nee, ik, uh, ik heb wel Sega even gepakt. En dat vond ik ook onmerkelijk. Hier is uh, het aandeel van Sega. En je ziet. Dus ja. hier is die overname, 14 april, hier begon die overname. En je ziet het is daarna naar beneden gegaan. Nu gaat het wel een beetje omhoog, gaat weer een beetje naar beneden. Het is heel veel, moet ik eerlijk zeggen. Nee, maar. dus we, we hebben het over een procent in de min. wil, ik, ja. ik weet niet, dit kan alles zijn. Maar um, als je uitzoomt, bijvoorbeeld kijk eens naar uh, zes maanden. Nou ja, dan zie je dat dat doet eigenlijk helemaal niks. Weet ja. je, het zal wel. Maar ik denk ook dat veel uh, beleggers zoiets hebben van, ah, oké, okay, wie weet. Kijk, waar het om gaat is, hoe is die deal gefinancierd? Mm -hmm. um, is dat een, uh, een uitwissel van aandelen geweest? Of hebben ze een cash? Uh, ik weet eigenlijk vrij zeker dat het niet een cash transactie is geweest. Maar dat, um, dat is natuurlijk de vraag. En um, ja, of het veel is of niet... Ja, hier, dit ook. <laughs> dit doet bitter weinig. Ik bedoel, het is moet vrij je... strak. Ja, maar het is dus overduidelijk. Het wel... is één dag, één dag. Sorry, oh, sorry. Ik krijg oh. na zes maanden. Oh ja, dan zie je wel. Ja, het is wel ja. gemogen. Maar goed, dat is natuurlijk logisch. Kijk, als een aandeel 9,17 is, het is toch beursgenoteerd. Het bedrijf. Ja, um, uh, je ziet dat op dit ogenblik de beurswaarde, dat vind ik ook interessant, 759 miljoen is. Ja, dat hebben ze um, bijna. Gewoon dat betaald wat het waard is. Nee, want ze hebben oh. 14 per aandeel betaald. Zeg jij 1450, terwijl een um, aandeel nu 918 is. Dus ik denk dat ze niet de volledige uh, hoeveelheid aandelen hebben overgenomen. Waarschijnlijk hebben ze gewoon een meerderheidsbelang genomen, mm. um, Ik denk dat dat het is: dat ze gewoon 50 of 51 of, of meer procent hebben gemaakt. Ik zit te kijken hoor bij de ondernemer wie. Want ik ben niet een super groot kandidat. kijken. kijk, 706 miljoen euro. Uh, in 2017 ging Rovin het beurs, kreeg het blijf een waarde van 900 miljoen euro. En uh, ja, goed, meer weten we er ook niet over. Dus het is wel zo dat je ziet dat al die grote partijen zijn allemaal op zoek naar een. Mobile gaming partner kijken naar, hè, we hebben natuurlijk uh, veel gehad over Activision Blizzard, veel gehad over Call of Duty, maar de, misschien wel de grootste prijs van die overname is bijvoorbeeld King met Candy Crush um, en Microsoft. Maar dat was 100 miljoen, weet ik nog? Ja, en Microsoft wil gewoon heel graag die mobile game markt op, en dit is dan zo'n bedrijf. Dan gaat het niet eens misschien om die games, maar dan gaat het om de know-how om. ...games om te zetten. En zij hebben een heel portfolio... ...met allerlei IP's. En dat kan je er dan weer in donderen. Uh, dus we kunnen best wel eens... ...overspoeld gaan worden met Sega games... ...op de mobile. En met... Uh, ...Xbox games op de mobile. Um, ja, ik, ik weet niet of de Kijk, je hebt al... ...een keer gezegd, wat belangrijk is dat... ...Game Pass uh, naar een soort... ...mobiele extensie krijgt. Dat ja. wil Microsoft graag. Um, kijk, je weet... ...niet hoe... Uh, ...Sega dit oh ja, gefinancierd hier, hier. heeft. 9,2 euro's per share... Oh ja, dat bedoel ik. Ja, dus uh, nee, inderdaad, dan hebben ze dus. En, en hij stond nu op 918. Ja, dus daar hebben ze net iets daarboven ge, Blijkbaar was dat genoeg. Nou, interessant. Misschien hadden ze ook al een uh, deel van de aandelen hoor dat dat het verschil verklaart in de beurswaarde. Totale beurswaarde plus wat ze ervoor betaald hebben. Dat zou kunnen. Ja. Um, maar goed, uh, het zou ook heel goed kunnen uh, dat ze, en ik heb hier echt niet in verdiept, dus ik zit gewoon hard op te denken. Mm -hmm. Dat Microsoft een rol heeft gespeeld in de financiering van deze overname. En misschien dat dit toch een overname van Sega door Microsoft in de toekomst mogelijk zou maken. Omdat dit ja. Sega wat interessanter zou maken voor Microsoft. Maar goed, hoe en wat precies uh, is altijd in deze fase heel moeilijk. Je yeah. hebt wat insiders nodig. Nou, hier... Er is natuurlijk ook een soort van consolidatie. Hè? Dat is ook een van deze kop. Uh, of tenminste hier hebben ze over de planned acquisition of Finlands Rovio Entertainment Sega Semi Holding. Is yet another step in the consolidation of the video game industry. Je ziet dat iedereen nu of je wordt opgefroten of je. Zorg dat je gewoon meer body hebt. En body ja, kan je zijn... Je bent degene die opvreet. Je bent degene die opvreet. En dan zie je nu al die partijtjes. Kijk, dit zijn kleine over... Ja, bedoel, het is fucking veel geld. hoor, maar... 1 miljard is natuurlijk niet zoveel geld in dit soort business. Als je kijkt naar Microsoft, die 67 miljard betaalt voor uh, Call of Duty. Ja, maar dat, ik weet het niet. Ik denk dat dat, uh, dat is niet de norm is, hoor. Wat Microsoft nee. daar gedaan heeft. Ik denk, dat, uh, um, ik denk dat dit voor Sega toch ook wel echt. We Ga nog eens naar, terug naar die aandelenkoers uh, van Sega. Nee, dan zie je wat Sega uh, waard is ja. namelijk. En dat um, moet ik zeggen. Sega is samengaan met Sammy. Sammy is een veel groter bedrijf dan, uh, uh, dan Sega. Uh, dus eigenlijk heeft Sammy heeft Sega overgenomen, maar het was een soort aandelen swap, meen ik me te herinneren. Ja, even kijken, wat zien we hier? De beurswaarde: um, ja, inderdaad, Sega Sammy is 615 miljard. Dat is een gigantisch bedrijf. Ja, en uh, dat heeft niet met Sega te maken. Dat heeft met Sammy te maken. Sammy doet al die pachinko-apparaten mm -hmm. in, uh, in Japan. Ja, en dat is een gigantische markt. Ja, je ziet dat die beurswaarde is echt een veelvoud. Uh, van die over, nou weet je, ze 1% van hun uh, beurswaarde hebben ze nu gestoken in, uh, in Rovio. Um, ja, het is gewoon een strategische aankoop. is een strategische aankoop in Vandaar nee. dat je het ook niet echt terugziet in de aandelenkoers nee. van CGC. Het, het is gewoon veel te klein. Het is het, is te klein. Uh, duidelijk is het wel van uh, gaming. De, de tijd dat Sega alleen maar console games maakte, uh, dat is eigenlijk overal wel voorbij. Uh, je als publisher wil je goed staan, dan probeer je alle platformen, PC, subscription model, uh, consoles, um, mobile, probeer je over vooral toch wel uh, voeten in de aarde te krijgen. Ik bedoel, Take Two, Zynga volgens mij, EA heeft zijn eigen shit. Um, PlayStation is volgens mij dan weer een partij die er nog weer wat achterloopt. Nintendo ook niet heel erg. Mm -hmm. Miyamoto heeft toegegeven dat hij toch wel heel erg moeilijk vond om om bijvoorbeeld Mario games naar de mobile over te zetten. Dat dat toch wel te veel de Mario, dat uh, was niet slecht? Wat ze gedaan nee. hebben was niet slecht. Ze hebben natuurlijk ook met de, met de uh, Pokémon Company, natuurlijk heel veel ervaring opgedaan met Pokémon Go. Zeker. Ja, en, ik weet het niet, ja, niet. Nintendo Games zouden ideaal zijn voor de mobile. en toch gaan ze daar nog niet volle bak in. Maar dat is ook wel heel erg nee, want het vreet gewoon, maar weg van de Switch. Dus dat, dat is goed. Dat, dat dat ik goeie. snap wel dat ze dat niet echt willen. Nee, um, ja, dit is dan weer zo'n uh, een, een ding. En um, ja, het is wel grappig hoor, dat dat. Ja, weet je, Angry Birds, ik heb het ook een hele tijd gespeeld. Ik vond het echt heel erg leuk. Maar in mijn belevenis is dat ook alweer fucking 15 jaar geleden. Ik maar dat niet. is het ook. Wanneer heb je dat, gaan, ben je dat gaan spelen? Toen je waarschijnlijk je eerste iPhone had, of misschien een iPad. En toen was dat, dat, dat touchscherm, wat zo goed werkte bij die vanaf de iPhone ja. 3 werkte dat heel goed. Um, uh, ja, Toen was dat uh, vernieuwend. En was het heel erg leuk om daar games mee te spelen. Ik kan me ook nog herinneren dat je een soort. Je had zo'n game 2009. Dat je, kun je nagaan. Dus 13 jaar. 14 jaar geleden. Je had zo'n game dat je met... Uh, uh, dan moest je vliegtuigen landen. Dan moest je soort ja. traject... hoe Ik weet niet hoe het heet. En het was dus super populair. Omdat het ook zo'n touch game was, als het ware. Dus ja, dat was perfect op de iPad. Maar goed, ja. inmiddels leven we in een ander <laughs> tijdperk. En uh, ja, nee, ik, ik, ik zou het ook niet meer spelen. Maar goed, ja, blijkbaar is dat toch de know-how... en de tools die ze hebben genoeg om daar... Uh, 1.706 miljoen dollar uh, voor te betalen. Ja. Gaan we naar um, Ubisoft. Um, Ubisoft, dat wisten we al een tijdje. Uh, dat er uh, een soort ja, een deal zou gaan komen tussen Ubisoft Plus en Xbox. En we wisten alleen niet, zou dat nou Ubisoft, uh, Ubisoft Plus op De Xbox komen, dus dat het gewoon feitelijk een, 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 een ja, gewoon een beetje een, een, een vierkantje is op je, op, je, op je bureaublad op de Xbox, die je kan gebruiken, dan kun je games daarop kopen. Of zou het een onderdeel worden van Game Pass, wat EA Play bijvoorbeeld heeft. EA Play, je hoeft er niet voor te betalen, het zit gewoon in je Game Pass. Als je Game Pass hebt, kun je ook gebruik maken van alle functionaliteiten en mogelijkheden van EA Play. Het is dus gewoon een tableau geworden op je bureaublad. Uh, uh, um, en oftewel, je moet betalen om Ubisoft Plus te krijgen. En daar komt hij. Het kost je 17,99 euro per maand om Ubisoft Plus. Plus um, Te gaan uh, krijgen of dan daarin betaal tekenen. je bovenop je Game Pass? Um, dat betaal je. Of ja, kun je ook alleen Ubisoft Plus nemen zonder Game Pass? Je kunt Ubisoft Plus nemen zonder Game Pass, inderdaad. Ah, okay. uh, het is dus weer een subscription model. Ik dacht die... dat je niet online kon zonder Game Pass. Um, Wauw, dat moet ik dan even checken of dat het zou best wel eens kunnen hoor. Dat, dat, dat je dus ook daarvoor je Game Pass moet hebben. Ga ik zo even uh, ga, zo Maar goed, even, uh, dan, dan, uh, dan zit je dus met 17. 18 euro, zeg ik dat goed? 18 Dollar. euro. 17,99. Want het kost 17,99 dollars, maar kost het ook zoveel ja. in euro's? Ja. ja. Wat en, denk je en, dat ze dachten toen ze dat bedragen? Nou, ja, dat, dat bedoel ik dus. Um, 14,99 is PC. Um, 17,99 is dus Xbox. Daar krijg je niet eens alle PC games voor. Maar ik moet wel zeggen ten opzichte van EA Play. Game komt uit. Day one kun je hem gratis spelen. EA Play kost... 9,99 euro. Ja, maar als je Game Pass hebt, kost het dus niks. Nee, het, het kost wel wat. Het zit bijna de Game Pass. Oké, ja, het, okay, okay, het zit, zit in de Game Pass. Kijk, EA gebruikt het als een soort van funnel. Uh, van oké, okay, speel mijn games dan maar. En dan FIFA pas later. En hopelijk kom je er dan in en dan ga je gewoon kaartjes kopen en dat soort dingen. Ubisoft ziet het dus echt als een. Je houdt vast aan, aan een apart een apart segment. En uh, deze man is daarvoor verantwoordelijk. Ik, zijn hoofd staat me niet helemaal aan, maar ik weet niet waarom. <laughs> dat hij, hij 18 euro wil hebben. Hey, maar, maar ja. even, even, even nog in de noten Wat krijg je voor die 18 euro in de maand? Dank. Krijg je. Um, it allows subscribers to play selected titles across PC, Luna, Xbox en later PlayStation. Dus maar selected titles, is ja. dat dan de volledige catalogus van Ubisoft Games? Is dat. Uh, nee, want zijn dat, het ook dat andere games, de, games dan Ubisoft Games? Dat is, nee, alleen maar Ubisoft Games. Um, en bij de PC heb je wel de full library. Okay. Dus blijkbaar heb je op de console dus minder mogelijkheden. Maar je betaalt er wel 3 euro meer voor. Het is cross-platform. Uh, en je krijgt dus inderdaad, als de nieuwe Assassin's Creed uitkomt, dan kun je hem op dag 1, de Premium Edition kun je spelen. Dus dat is met alle DLC, et cetera, et cetera. En wat hij zegt is van ja, waarom doen we dit? Want zij zeggen tegelijkertijd ook, ja, je gaat fucking up con uh, concurreren tegen Game Pass. Weet je wel, uh, daar zit al heel veel op. Er zit IA play bij. En dan kom jij nog eens een keer bovenop met een apart van oké, okay, hier moet je ook nog een keer 18 euro voor betalen. Hij zegt: We want to reach a new population of gamers and people that may not have a chance to play our games yet. En ik heb echt zoiets idee van, maar de mensen die nu geen Ubisoft games spelen, die gaan niet 18 euro per maand betalen om de games die ze niet spelen nu dan wel te kunnen spelen omdat het een subscription is. Ja. En dan denk ik van, ja, wat is dit voor een... Ja, ik snap het misschien ook wel. Ze hebben gewoon die cash nodig. Ze kunnen het nu op dit moment gewoon niet gratis weggeven. Ze hebben dat geld nodig. Ja. Maar ik, ik, ik <laughs> las ook alleen maar mensen 18 euro. Ja. What the fuck? Maar kijk, waarom het ook zo duur is, is omdat Microsoft uh, waarschijnlijk geld charged voor het... Ja. Lanceren van zo'n dienst op de Xbox. Ja. Dus het zou zomaar kunnen zijn dat hier vier of vijf euro van naar Xbox gaat. Ja. Um, dan zie je alweer, dan gaat het alweer wat meer richting die, die, die weet je, een tientje en een BTW erbij. En God weet wat weet ik veel. Mm -hmm. Zoiets. Het zou best wel kunnen dat dat een beetje de onderliggende gedachte is. Maar het is niet heel realistisch. Ik denk gewoon dat het het lastige is dat op dit ogenblik. Uh, alle grote Ubisoft games zijn al een keer opnieuw uitgebracht. In HD-remakes als onderdeel van PlayStation ja. Plus. En van Game Pass. Of in een of andere sale. Weet je, dat heb je ook zoiets. Maar Ubisoft zal het zo snel met die games in de sale gooien. Dus veel mensen hebben de games al gekocht. Dus het, ik denk dat die back catalog gaat echt niet de moeite waard zijn om zo'n dienst af te sluiten. Ja. Ondanks dat er heel veel in zitten. En dat ze echt fantastische games hebben uitgebracht door mm -hmm. de jaren heen is um, zijn er toch veel games die mensen al hebben? Nou ja, precies. Ik zit hier nu even te kijken. Oh, dit is op de pagina van Game Pass. En dan zie ik hier bijvoorbeeld Assassin's Creed Odyssey, Assassin's Creed Origins. Er zit al heel veel Ubisoft zit al. En die worden er ja. nu waarschijnlijk nu allemaal weer uitgehaald. Of ze laten hem er wel op zitten, ik, ik weet het niet. Ja. Ja, en ja, weet je, ik lees, lees alleen maar ook weer een artikel van Forbes die dan zegt: van uh, oké okay, Ubisoft, kun je me alsjeblieft uitleggen waarom ik hier 18 euro voor moet betalen? Wat, wat is de meerwaarde? Het is nog fucking meer dan PlayStation Plus Premium, waarbij je ja. nog kan zeggen: van oké, okay, hier kan ik games voor krijgen die ik nergens anders krijg. Het is. Nee, maar en dat is het probleem met deze games. Je, Ubisoft heeft in het verleden uh, hele goede games uitgebracht. Het is ja. echt niet allemaal kut of zo. Het enige is van dat zijn gewoon games die je of al hebt. Of die kun je nu kopen op marktplaats voor een appel en een ei. Weet je? Ja, ik bedoel, nee, dat, dat is ze zelf. Precies. En dat komt omdat ze die games al in een uitverkoop hebben gegooid. Dus ik weet het, niet. dit gaat gewoon niet werken. Nee. Dit is gewoon niet. Ik wil dan zou het moeten komen of gedreven moeten worden door de nieuwe games van Ubisoft. En wat Ubisoft dan niet meer mag doen is die games snel in de uitverkoop gooien. Nee. De kwaliteit moet notch zijn. Er mogen geen games meer gerust worden. En dat moet Ubisoft tien jaar lang volhouden. En dan uh, denk ik dat Ubisoft plus de moeite waard is. Maar inmiddels is dat zo ver afgekaveld dat niemand echt vertrouwen meer heeft. In dat je je moet een. Weet je als er als Ubisoft nu met een fantastische game komt, nou fuck het, dan koop je het. Ja. Want de kans dat ze binnen een half jaar nog met zo'n goede game uitkomen is niet zo groot. En nee. dan heb je je geld er al weer uit. Weet je? Dus dat... Uh, ja ik, ik Nee, weet ik, ik, exact. Ik, ik denk van je... Er is gewoon niet een nieuwe doelgroep die voor deze games um, uh, gaat vallen. Omdat het in één keer 18 euro per maand gaat kopen. Het is, ten eerste is het een fors bedrag. Ik bedoel, drie keer een maand en je hebt een, een, een volledige game. Mm -hmm. um, het aanbod is te gering. Ja, het zijn wel heel veel Ubisoft games, maar... Game Pass gaat vele malen verder en, en, en PlayStation Plus gaat vele malen verder. Ja, waar richt je je dan op? Het is je, ja, het is, het is je, vist een beetje uit dezelfde vijver. Dus het zou kunnen hoor dat mensen zeggen: Oké, okay, fuck it. Ik speel best wel vaak Ubisoft games. Eh, dan hoef ik ze niet meer te kopen. Dan neem ik wel uh, Ubisoft Plus. Maar dan parasiteer je dus eigenlijk op je eigen, eigen verkoop van full-priced games. En ik had het wel gedacht. En wat EA doet, vind ik wat dat betreft slimmer. Die. Die, die EA Play is gewoon uh, uh, oude games kun je erop spelen. Uh, je kunt bijvoorbeeld tryouts als eerste doen, dus je kan bijvoorbeeld even twee dagen FIFA spelen of tien uur FIFA spelen. En op een gegeven moment uh, na een jaar komt FIFA daar ook uit. En op die manier dan, dan verspreid je. Dus eerst heb je de hardcore divisie. Die koopt je games en vervolgens um, zeg je van oké okay, als je het voor de mensen die dat niet ervoor over hebben neem Plus, dan kun je het na een tijdje spelen en dan zet je het ook nog eens een keer in Game Pass, hmm. waardoor het gevoelsmatig minder kost en dan trek je heel veel mensen naar die games toe die het anders niet zouden doen omdat ze het niet full price willen kopen die gaan naar Microsoft Sections kopen en zo verdien je ook geld. Ja. En ik snap niet waarom Ubisoft dat niet doet, want hun games draaien voor een deel ook op Microsoft Sections. Ja. Ik vind het een rare keuze. Ja, maar ja, goed. Ubisoft is sowieso een beetje apart bezig. Dan gaan we, dat vind ik wel leuk. De Pentagon leaks. Ja, zeker. De lekker. Jack Taciera. Je spreekt het anders uit, dacht ik. Het is een beetje Braziliaans. Taciera. Ik hoorde het uitgesproken worden en toen. Daciera, zeiden ze. Daciera, dat is wat je zegt. Um, voor de mensen die het niet weten, uh, ik denk een week of twee geleden uh, verschenen de, uh, op het, uh, de, de Telegram uh, verschenen allerlei documenten um, die uiteindelijk ook uh, daadwerkelijk uh, legit bleken met daarin uh, allerlei informatie over de oorlog, onder andere in Oekraïne. Uh. Ook Nederlanders, heb je gehoord? BBC heeft vandaag uh, uit deze uh, documenten blijkbaar gehaald. Ja, die commando dat toch? De, nee, Nederlandse Special Forces zijn actief in Oekraïne. Ja, eentje. Eén eentje, man. eentje? Nee, nee. Al oh, nee. meer. Nee, nee, meer Nederlandse Special Forces. Dat okay. is wat het BBC wist te melden. Ja, oké. Okay. Nou ja, goed. Ik wist ja. in ieder geval dat dat, dat, dat in totaal zijn er 22 Special Forces van negen of tien landen. En er was één Nederlander bij. En die was oh. inmiddels ook alweer geïdentificeerd wie het was. Oké. Okay. Um, maar goed, al die documenten lagen dus op straat. En dat is bijzonder pijnlijk, natuurlijk. Dat is gewoon uh, top secret informatie waar de, ja, iedereen zijn voordeel mee kan we, doen. We, hoeveel mensen in Amerika, denk je toegang hebben ja. tot deze security clearance. 1,2 miljoen. Ja. Je ja. zei toch dat nou, hele eh. meer dan een miljoen ja. mensen die toegang hebben tot de hoogste level van van, van security clearance. Nee. En um, wat ik hier interessant vind, eigenlijk zou ik zou zeggen, de reden waarom ik het hier doe, want je zou denken van ja, maar het is toch geen politieke uh, praatprogramma, dat is omdat er een link is met gaming die vrij snel uh, gemaakt wordt. Over het ja. algemeen is dat een beetje ver gezocht, maar in dit geval. Is het minder ver gezocht? Is het minder ver Ja, want de deze Jack de um, uh, Hij zat, uh, het wa, uh, hij zat op, een, uh, op Discord. Had hij een kanaal uh, opgestart. Samen met een groep vrienden tijdens de COVID-periode. Waarin ze het vooral hadden over wapens, oorlog. Um, nee, Minecraft. Want ze waren Minecraft Minecraft fans. gek. En, ja. uh, en, 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 en het christendom. Want het waren ook allemaal vervent christen. En daar waren okay. ze gewoon met elkaar over aan het hoeren. Uh, hij heette OG. En hij was wel een beetje het mannetje daar. Want de hele tijd had hij informatie, kwam hij met dingen. En het, een paar dagen later kwam dat uit. En iedereen had zo hoe fuck weet je dat nou? En hij was een beetje aan het opscheppen over uh, van ja. Dit en, hij was ook fel tegen de oorlog in Oekraïne. En een beetje. Je weet dat het met jongens onderling gaan, maar deze jongens 21. Een beetje puber van. Oh, ik heb er informatie. Nou, laat ons zien, laat ons zien. Weet je? En toen heeft hij dat dus in die Discord groep gedropt. Niet à la. Uh, Snowden bijvoorbeeld, om de wereld te laten zien wat er allemaal voor nee, een stoer te doen, een Maar gewoon een beetje stoer doen met elkaar. Ja. En dat is dan weer uiteindelijk ook weer opgepikt door anderen. Ging het, naar nou, de... het was een besloten groep. Dus dat ja. heeft heel lang geduurd. Hij had dat al in januari gedaan volgens mij. Precies. Hij is nu inderdaad gepakt. Washington Post was de eerste. Dat vind ik dan ook weer zo fenomenaal. Ja, had gewoon gebeld, man. Dat is allemaal inlichtingwerk. Ja, die worden gewoon getipt. Want er was een nieuwshelikopter die hing erboven. Hoe de fuck hangt er een nieuwshelikopter boven de arrestatie? het was dat. Zij werken samen met Bellingcat. En twee dagen voor de arrestatie. dat zag je ook helemaal hoe ze dit achterhaald hadden. Maar goed, ze hadden misschien een tip gehad. Ja, het was niet zo moeilijk om te achterhalen. We hebben al zoals eerder gehad over Bellingcat. Dat is ook een organisatie die nou in contact zat met inlichtingendiensten, nou wie dus, weet, uh, ja. maar goed anyways deze 21-jarige uh, ja. gamer, kijk ik heb wel zoiets van Um, elke 21-jarige jongen is hoogstwaarschijnlijk een gamer. Dus dat is niet zo Burf. bijzonder. Nee. Niet elke 21-jarige jongen heeft toegang tot uh, 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 dit soort informatie. Nou ja, dat is het bizarre ervan. Ja, nee, maar ik, ik, ik doe wiens fout is. Weet je, ik vind het zo terug. Deze jongen 21 jaar <laughs> oud, die gaat waarschijnlijk voor 20, 25 jaar de bak. Ja, tien jaar is de maximale straf. Maar oh, het zal waarschijnlijk wel meer zijn omdat hij meerdere offenses... Ja. Ja, het lullig is, hij wil er ook niks mee exposen. Behalve een beetje braggen. Maar ik ja. zei, hoe ga je.? Want dat is interessant. Want in eerste instantie kwam je dus met, met, die, met, die, met die kopietjes. Het was ook een beetje ja. opgevouwen in zijn zak. Voor hetzelfde geld heeft gewoon iemand aan hem gevraagd: mm. hey, Ga jij dit even uitprinten? Mijn printer doet het niet. Kun jij dit eventjes printen? En had hij helemaal geen toegang. Maar goed, hij blijkt wel toegang te hebben. Dus. Ik ja, ik weet weet het, het, het hij is alleen op dit moment maar voorgeleid. Zo gaat dat, dan word je voorgeleid en dan zeg je guilty or not guilty. Ik weet niet wat hij gezegd heeft verder. En nu gaat het proces gaat dan over een paar maanden beginnen. Dan zullen we weten of hij dit erkent of niet. Ik vind het terug. Hij is 21 jaar oud. Uh, hij is een kind. Um, ja. uh, ondanks dat je meerderjarig bent met 21 jaar, ben je absoluut in mijn ogen geestelijk nog een kind. Mm -hmm. um, ik weet het niet man. Dit, dit, uh, <laughs> dit hele systeem in Amerika is zo door en door rot. Uh, en daar krijgt deze 21-jarige jongen dan de schuld van. Ik vind het ja, heel treurig. Ja, nee, het, het is ook treurig. Um, wat, ik in, wat, ik, wat, wat ik interessant vind. Maar goed, we hebben er best wel vaak discussies over. Over um, conspiraties. En uh, kijk, bedoel. Maar, wat maar is hier, maar, hier nou een conspiratie? Nee, nee, nee. Mijn geloof is. Um, en daar ben ik van overtuigd dat als er een zwaar geheim is. Als er iets gebeurt in de wereld waarvan sommige mensen denken. daar zit. Daar zit iets achter. Dat en dat is er gebeurd, maar het bewijs is er niet. Ik ben er overtuigd van. Als je ook vandaag weer ziet dat 1,25 miljoen mensen toegang hebben tot de hoogste classified informatie en dat een of andere 21-jarige puber hier een beetje overloopt te brekken... waardoor topsecret uh, uh, en er komt steeds meer naar buiten over wat er allemaal aan de hand is in de wereld. Het komt altijd naar buiten. Juist door dit soort dingen. Nou, als een niet, ik, ho ik hoop dat je gelijk hebt. Ik er zijn genoeg voorbeelden waarin dat actief tegengaan Want dat zie je met al die discussie rondom corona. En Die vaccins zie je dat heel erg. Omdat er zoveel zakelijke belangen zijn, dan kun je je afvragen. Van, ja, nee, maar, je, ja, als er een reden is om het stil te houden. Dan en je, hebt gelijk je houdt, je houdt mensen niet stil. Nee, maar je hebt gelijk. Het lekt wel uit. Maar ja. het wordt gewoon de kop ingedrukt. Dus wat hier nee, tuurlijk, zo interessant is. Als ze is, dit hadden kunnen voorkomen, hadden ze het gedaan. Maar dat weten ze niet. Maar omdat hier de... zijn zakelijk gezien niet direct. Uh, nou. <laughs> nee, maar, maar kijk wat Pfizer doet met uh, bijvoorbeeld de bijwerken van die. Van die vaccin, nee, okay. Hoe Nelte, dat onderdrukt okay. wordt. Kijk, het, goed. Ik, ik ga een stukje daarin mee. Kijk, deze jongen. Mm -hmm. Was fel, dat zie je ook aan zijn Facebook. Al deze is een vrij extremistische, rechtse. Waarom is dat extremistisch? Dat is gewoon de typische redneck. Dit is gewoon Amerika. maar de half Amerika is zo. Dat snap ik. Hij is christelijk. Hij houdt van wapens. Hij is 21. jaar, lichtelijk. racistisch, is anti het. Ja, maar lichtelijk. Waar heb je dat? Dat is ook een label. Nee, maar dat kan je gewoon op zijn Facebookpagina zien. Maar geef eens een voorbeeld van hoe is hij dan. Want ik heb daarnaar gezocht, maar kon niet vinden. Nou goed, dan moet ik het even nazoeken. Het feit is, hij was duidelijk anti de oorlog in Oekraïne. Ja, de, ik ook. Jij ook. Okay. Iedereen. Nee, Wie niet? nee maar wacht, even, wacht even. Er zijn heel veel mensen mm -hmm. die zijn anti-vaccin en anti-Pfizer. Ja mm -hmm. of Nee. Ja, er zijn heel veel mensen. Er ja. zijn heel veel mensen. Dus als er, um, als er zoveel mensen tegen zijn, is er altijd iemand die ook toegang heeft tot. Maar dat, daar heb je gelijk in, daar en, geef ik je gelijk in. De vraag dus is alleen hoe... Altijd komt het uit. Als het daadwerkelijk zo is dat de overheid uh, iets uh, uh, dingen op, 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 op nare wijze uh, verdonkermaant of, of verdoezelt of wat dan ook, het komt altijd uit. Oké, okay, dan dit, hè. Hij heeft, want ik, ik ja. heb een aantal artikelen hierover gelezen, hij heeft honderd. 100... Uh, wat een honderden pagina's heeft hij gelekt. Terwijl het originele artikel in de New York mm -hmm. Times alleen maar sprak over. Het ging over de, uh, de slachtoffers in Oekraïne. aan de Russische en Oekraïnse zijde. Het ging over wapensystemen die uh, wel of niet geleverd konden worden. Het ging over luchtafweerraketten ja? die opraakten. Uh, en het was een timeline van de oorlog. Dat waren het. terwijl. Mm -hmm. Honderden pagina's. Waar, waar is die informatie in honderd pagina's? Uh, ik heb vandaag een stuk gelezen over Egypte, over dat die wapens. Ja, oh, dat was ook nog een die, ding, die onderlinge Brazilië. spionage. Er waren zoveel dingen die al overal hebben beschermd. Alles wordt Maar wordt waar gewoon... zijn die documenten dan? Dat zou je toch moeten kunnen downloaden? Nee, maar... nee, 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 hij heeft er een aantal gepost en niet alles heeft hij gepost. Dat heeft hij zelf ook aangegeven. Hij, hij heeft over Oekraïne, want daar hadden ze het over. Dus hij heeft die documenten over Oekraïne heeft hij naar voren gebracht. Maar, het was maar hij heeft dus, heel veel gewoon niet online gezet. Hij heeft heel veel niet online gezet, Nou, dat ja. lijkt me een best wel verzachtende omstandigheid. Nee, natuurlijk nee, dan... wel. Maar, ja, maar, goed. maar ik denk dus altijd, wat het ook is, er zijn altijd heel veel mensen die dat, daar gewoon grote moeite mee hebben. En die zullen er alles aan doen om die documenten boven tafel te krijgen. En dan komt het ook altijd uit. En, maar dat uitkomt, want ik vind dat interessant. En dan, dan moeten we, dus als we wat met Pfizer een, aan de land wandel, Dit is niet dus. echt een piepshow onderwerp. Maar ik heb wel altijd zoiets van, waarom? Uh, mm -hmm. uh, weet je, uh, wij, wij hebben het hier vaak over die oorlog in Oekraïne en over ja. wat er, en hoe verschrikkelijk het is en, en wat een meatgrinder dat is. En toen hebben we een keer, hadden we een keer discussie over hoeveel doden er vielen. En ik, mm -hmm. ik volg wat van die alternatieve kanalen en daarin werd er altijd wel gezegd van ja, de, de, de doden aan de Oekraïnse zijde uh, lopen in de honderdduizenden. 200.000 wordt er gezegd in, in deze documenten. Uh, we hadden al Christine Lagarde die een keertje zei dat het de honderdduizend waren. En toen vervolgens is dat uit haar speech geknipt en speech mm -hmm. opnieuw geüblad. Dus ik had altijd al het idee van ja, het zijn er veel weet je het zijn er honderdduizend plus ja ze zei nee dat kan niet dat, dat, dan, dan dan zou het wel in de krant staan en daarom vind ik ze waarom is dat steeds uit de media gehaald weet je kijk naar Christine Lagarde's uh, toespraak waar dat uitgelegd mm -hmm. wordt en opeens van de ene op de andere dag deze jongen ja. lekt die documenten en boem het staat in de New York Times wat is het verschil met alle ooggetuigen met alle uh, en hij is namelijk, Er zijn ja. nog genoeg mensen uit de school geklapt erover, maar die worden gewoon die wo die komen echt niet in de New York nou, Times. Ik, ik, ik bedoel, een paar maanden geleden stond het ongeveer rond de 70.000, 80. 80.000 uh, bij Oekraïne en ging het gewoon maar. Dat elk... was niet officieel, hoor, officieel ja, stond jawel, het op 16.000, 17. 17.000. Nee nee, 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 ja, niet wat van ik van gewoon gelezen heb. Bedoel, de reden is: niemand weet het 100% zeker. Er werd altijd uitgegaan van ongeveer ergens tussen de 100 en de 200 aan de Russische kant en ergens rond de 80 en 100 aan de Oekraïense kant en dat kan best goed kloppen in die zin. Ten eerste is het Oekraïense leger veel malen kleiner en de Russische tactiek is nogal van de meat grinder. Van gooi er een hoop soldaten. terwijl die Oekraïners toch wel wat zuiverder vechten. Ja, na nou, nou bleek volgens mij deze documenten dat het 1 op zeven dat Dus voor elke Russische dood Ja, behalve de zeven dan dat de, de ja, oké. Okay, en dat zijn dan de, de Amerikaanse cijfers. Die, die, ja. De documenten die op Telegram zijn, dat zijn de enige documenten die er naar buiten zijn gekomen en daar zegt men van. Dat moeten ze ook helemaal gaan uitzoeken dat die dus bewerkt zijn door de Russen. Want de Russen waren de eerste die via Telegram mee naar buiten kwamen. Maar dat is ook weer zoiets: dat niet te controleren. Dat, dat, dat stond ook niet in de New York Times. Dat stond in de New York Times. Dat men zei van. Nee, dat uh, kan pas later. Nadat de New York Times kwam met de dingen. En pas later zeiden ze een -Russische, uh, nee, het is Russisch. Nee, oké, ja, omdat, omdat, omdat je. Als het eerste, als het hard nieuws is, dan breng je het. En vervolgens ga je doorreageren en kom je op bepaalde dingen terug. Alleen, je moet wel echt daadwerkelijk bronnen hebben. Op, voor vermoedens en. Mogelijk dat ik denk dat het zo zou kunnen zijn, kun je gewoon niet een krantenstuk maken. Ja, maar de vermoedens dat Russen, Russen ermee hebben geknoeid, zijn ook niet meer dan dat vermoedens. Kijk, dat vind ik het interessante. Deze jongen. Nee, is nee, een, ja, ander kijk, we we, zeggen, we, ja. weten, we ja. weten niet wat nee, dat waar is. is dat weten we niet. Maar nee. deze jongen is een pion. In dit. Dat discussie die wij nu Tuurlijk. hebben. Dat is de geopolitieke discussie ja. op dit ogenblik. Hoe zit het werkelijk? En deze jongen is een soort. Ja, een, een pion daarin. Die heeft zich misschien heeft hij zich laten ja. gebruiken maar door ik, misschien ik, heeft zijn ego maar een dat is nou juist het speelt. Dit is hoe, hoe het nieuws naar buiten komt en dat zijn niet gestuurde uh, mensen. En over het algemeen is dat waar het nieuws oh, van Weet je dat hij niet, misschien is hij wel erin geluisterd. Krijgt hij de schuld. Hij nee. wordt ook geframed nu als maar Ja, dan, Maar dan, maar dan, dat bedoel ik. Van nou gaan we er allerlei dingen van maken. Deze mm -hmm. jongen zoals ik het geloof is gewoon een, een beetje een patsertje <laughs> geweest die gewoon dit helemaal niet heeft gewild. Die voor, voor vervolgens wilde gewoon stoer zijn. Als je hem ziet ook dan is het helemaal niet zo. Dit is, dit, dit is gewoon een ja, als je hem op straat tegenkomt ja. is, loop je hem straal voorbij hij is gewoon, ja, hij heeft het gewoon ontzettend dom gedaan. En uh, nu is in één keer gaan iedereen weer alles erop projecteren. Ja, zie je wel, hij is ingestoken door die. Oh, wat raar dat het op de Telegram is, weet je. Dan is het toch van de Russen. Dus dan kunnen we het niet geloven. Weet je, dat is het probleem. En dat is waar je ja. hier zo ontzettend zorgvuldig mee moet zijn. Nou, het trieste is in ieder geval dat, uh, uh, omdat er 1.3 miljoen Amerikanen toegang hebben tot al die geheime documenten. Daarom moet je de Amerikaanse niks, overheid nu een voorbeeld stellen door deze jongen waarschijnlijk de rest van zijn leven in de bak te gooien. En nou ja, en je weet, een de, de, dood en dood zonder. hele leven weg. Er gaat, wat? er gaat nooit wat geheim gehouden worden. Dat kan niet. Met 1,3 uh, miljoen. Nee, 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 nee. Je, je kan niks geheim. Ik geloof echt niet. Niks, als er, kunnen, maar er zijn heel veel voorbeelden. Maar goed, laten we dit bewaren ja. van conspiracy kings. <laughs> uh, dan kunnen we daar uitgebreid over praten. Ja. Uh, maar goed, it, um, yeah. nee, ja, de, deze gast uh, gaat absoluut uh, uh, voor gaas. Uh, nee, het laatste wat ik aan wilde toevoegen is dat ik al een artikel las dat de overheid in Amerika. Ik weet niet of de overheid. Er was in ieder geval een, een instantie die riep op om Discord uh, te gaan sluiten. En dat vind ik dan echt. Daar ben ik moordicus op tegen. Want... Maar heb je gezien dat ze in Amerika die Restrict Act uh, aan het doorvoeren zijn? En dat is een soort wetsvoorstel ja, nee. waarmee ze TikTok willen verbannen ja, nee. En dat is zo uh, uh, breed geformuleerd ja. dat ze, als dat er doorheen komt, kunnen ze ook makkelijk Discord uh, sluiten. Nee. En uh, elke andere dienst die online nee. bestaat, kunnen ze sluiten. Nou ja, dit, dit dat is verschrikkelijk, dat is ook geen oplossing. Want nogmaals, dan gaan mensen wel ergens anders weer lopen babbelen. Dat, ja. dat is het niet. Uh, zou jij dat doen? Want er staat volgens mij, uh, wat was het, een miljoen dollar boete. En 20 jaar gevangenisstraf op, als je toch die software gebruikt? Als je toch nee, TikTok... nee, 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 nee. Ik ben wat redelijk redelijk bruin. Het is mij ook gewoon niet waard. Weet je? Maar, ik, bedoel, nou, ik zou voor TikTok ga ik ook niet de bak in. <laughs> en voor Discord ook niet nee, nee. Maar het is wel vervelend Kijk, als ze het zouden verbieden. Als, als, ik, als ik eventjes me probeer te verplaatsen in deze jongen. Dan heb ik toch wel een beetje het gevoel. Als ik bij uh, het Pentagon werk en ik krijg documenten onder mijn ogen waarin ik kan zien dat bepaalde uitlatingen over de oorlog niet kloppen of gevoelige informatie, dan zou ik zeker wel denken van fuck, weet je, holy shit, als dit in het nieuws komt. Dan... Maar ik zou ook wel denken van oké, okay, als ik dit doe, dan is mijn leven wel done, weet je wel, ja. dan, dan vrouw, kinderen, whatever, dat kan ik wel vergeten, en verdien ik er heel veel geld mee? Nee, ook niet, weet je wat? Fuck it, ik doe het niet. Dus deze jongen, ik, of hij heeft net niet genoeg hersenen, helemaal dat denken van hoe ja, komt, komt zo'n gast dan bij het Pentagon? Ja, het Want je wordt toch ja. echt wel fucking gescreed. Nee, hij, uh, hij is ook nog bij de National Guard, Dus dat, dat is nog niet eens ah. echt het leger, dat zijn de res reservisten zijn dat. En daar heeft hij een of andere IT-functie ja. en daar is hij een jaar voor opgeleid, heb ik gehoord. Ja, dus, ja. bizar low level IT worker nou wat ben dan ben je netwerken aan het installeren en, en, en computers aan het opnieuw aan het volten nou ik vind dat wel vrij schokkend ik ben, ben overigens ja. dus niet voor geheimhouding en dat soort dingen maar als je dan toch zo geheim wil doen dat je 21 jarige gastjes uh, je high, high classified shit uh, laat zien, dan Dan ben je mede verantwoordelijk ja. voor wat er gebeurt. Ja. Hè? Dat is, dat is de, het Pentagon in deze absoluut. Ik ja. bedoel, ja, weet Bizar. je, ja, ik ben het. Ik wil de informatie die vrijkomt. Ik ben alleen maar voorstander van hoe meer er uitlekt is te Doe. beter, dus de meer mensen weten wat er aan de hand is. Ja. Maar uh, deze jongen gaat geslachtofferd worden, en dat vind ik eigenlijk niet terecht. We gaan het allemaal uh, zien wat er ja. met Jack. Tishera gaat. Te Sheeran gaat gebeuren. Um, volgende week, nieuwe Piepshow.